Hoi allemaal, weer eens een andere setting dan normaal, weer eens op de slaapkamer. Niels en Sven zijn lekker in de woonkamer aan het spelen, dus ik dacht ik neem het hier op. Het is al wat later op de avond, tenminste later op de avond, het is nu op 7:30, dus Niels moet zo naar bed. Maar deze video wilde ik vandaag opnemen en ik ben het gewoon vergeten. Ineens zag ik mijn statief en zo licht, dacht ik, oh ja, opgemaakt, want... Het is echt heel erg hoog tijd, want de bak zit echt mega vol. Dus we gaan gewoon beginnen met de opgemaakte producten van juli, is het volgens mij juli? Augustus? Augustus al. What? Where went the time went? Augustus, mijn birthday month. Ik ben 30 augustus jarig. Ik weet niet of die net daarvoor of net daarna online komt. Doet er ook niet toe. Ik ben 30 augustus jarig en laten we maar gewoon beginnen. Ben ik wel scherp? Ik ben scherp. Of ik echt scherp ben, is vers 2. Maar, het ligt heel veel van Sven, maar we gaan er even doorheen. Eerst deze. Dit is het Sephora Almond Food Mask. En dit is Comforting and Repairing. En dat zijn een soort sokjes. En die trek je aan en laat je ze 20 minuten intrekken. En dan heb je hele zachte voeten. Het was op zich heerlijk. Maar om nou te zeggen dat ik de wereld van verschil aan mijn voeten merkte, dat niet echt. Maar ik heb nog een masker van Sephora. Of heb ik die toch weggegooid? Misschien heb ik hem toch in de prullenbak gedaan. Het was het Pearl Face Mask. En dat zou ook een beetje een soort brightening effect hebben. En dat vond ik wel echt een heel fijn masker. Het was een sheet mask. En het voelde sowieso heel fijn aan. Maar ik had inderdaad het gevoel dat ik daarna een soort paramour glans had. En ja. En voor Sven had ik laatst deze als soort grapje meegenomen. De PS for Men. Dus het is van Primark. One Step Cleansing No Spore Strips Charcoal. Volgens mij vond hij het prima. Dan een Nivea handcreme. Mijn dagcreme. Dit is de Olevola's Total Effects 7-in-1 parfumvrije dagcreme. Dus dit is de parfumvrije variant. Vind ik heel erg fijn. Gebruik hem al best wel lang. Ben een tijdje gestopt en toen miste ik hem. Toen ben ik weer begonnen. Dit vind ik ook heel fijn. Dit heb ik ooit als cadeautje gekregen toen ik zwanger was. Van een collegaatje. En eigenlijk sindsdien hou ik hier heel erg van. Dit is de Rituals. Ik moet even niezen. Of niet. Traanoog. Nou, het kan zijn dat ik zo moet niezen. Vandaar de tranenogen. Het kan ook zijn dat hij niet komt. Het schiet niet op. De Rituals Tao Sheng Shui. White Lotus en Yi Ren Caring Shower Oil. En dit is dus een olie voor in de douche. Dus dit gebruik je eigenlijk net zoals je een normale douchegel gebruikt. Alleen is het dan een olie. En omdat hij wat voelender is, hoef je in theorie niet meer te smeren. Ik smeer eigenlijk altijd nog wel daarna. Maar toen ik hoogzwanger was, vond ik het wel fijn. Want dan hoefde ik niet meer te bukken om ook nog mijn benen en zo ook weer in te smeren. Dus ik geef hem ook eigenlijk heel vaak aan zwangere vriendinnetjes nu een cadeau. Omdat ik hem gewoon zelf echt heel fijn vind. Dan een maskertje. Dit is het Kiko Purifying Mask. En dit is een tube. Dus daar... Oh, mijn hand zit helemaal onder de olie. Dit is een tube. En daar doe je echt best wel lang mee. Ik heb ook alweer een nieuwe. Ik vind dit een hele fijne maskertje. Je hebt hier meerdere soorten van. Ik heb er ook meerdere soorten van. Dit is wel mijn favoriete Purifying. En neem ik ook echt heel vaak mee op vakantie en zo. Omdat ik het gewoon echt een heel fijn maskertje vind. En een klein tubetje. Dus je kan hem makkelijk meenemen. Het is een soort... Het is vrij dik. En er zitten een soort scrubkorrels in. Maar hij is ook wel weer heel zacht. En niet dat je meteen het gevoel hebt dat je helemaal geen huid meer over hebt. Zeg maar. Dus ik vind hem heel fijn. Oh, nog een masker. Nou, zit helemaal vol in de maskers vandaag. Maskers, maskers, maskers. Het Sephora Lotus Sleeping Mask. En dit is een soort ampulletje voor één keer, zeg maar. Er zit dan een soort gel in. En hier hoorde ik hele goede verhalen over. Dit is de Moisturizing and Soothing variant. En dit vond ik wel heel fijn. Je smeert hem s'avonds op voor het slapen gaan. En dan 's ochtends is je huid helemaal lekker zacht en gehydrateerd. Ik vond hem wel fijn. Dan mijn geliefde Ethos CC Radiance. Dit is een, wat mij betreft een hele fijne dupe voor mijn favoriete BB cream. Tinted moisturizer. Namelijk de Tinted Hydrating Gel Cream van Bare Minerals. Daar vind ik dit een hele fijne dupe van.
Ik heb hem hier in light. Ik heb hem nu in medium, omdat het natuurlijk zomer is. Maar hij past er ook best wel goed aan je huid. Ik vind hem echt heel mooi. Hij heeft een hele mooie glow. Ziet er heel natuurlijk uit. Voelt prettig aan. Love it. Mijn favoriete serum heb je wel heel vaak zien voorbij zien komen. Het L'Oreal Luminize Code. Of, ja, dit is dan weer dit is volgens mij de Italiaanse variant. Maar het Code Lumière, dat is dan weer de Franse. Maar in ieder geval iets met lichtgevende code. Een heel fijn serum die ik gebruik voor mijn dagcreme. Oh, en dit vind ik ook ontzettend fijn. Dit is echt zoiets dat je, heb je nodig in je leven? Nee, vind je het fijn? Ja, wel heel erg. Dit is de Rituals Yin Organic White Lotus en Yi Yi Ren Calming Bed and Body Mist. En ik gebruik dit echt in mijn bed. Ik heb nu, zeg maar, van die groene lijn. Die vind ik eigenlijk nog lekkerder. Oh, ze zijn aan het rellen. Ze zijn in een spel aan het doen. Als je denkt, wat hoor ik voor gegil. Maar ik gebruik hem dus voor het slapen gaan spreken. Het een beetje op mijn kussen. En ik vind het echt heerlijk. Het geeft zo'n fijn, rustgevend gevoel. Of ik er echt beter van slaap, weet ik niet. Maar het voelt in ieder geval fijn. Ik heb een tijdje een ander gehad, omdat ik die een keer gratis had gehad. Cadeau gekregen. Maar ik vind deze toch fijner. Dan de L'Oreal Lumni Magique. De gouden pen. Ik heb nu een zilveren, maar ik vind de gouden wel fijner. Ik weet niet of de gouden nog bestaat. Maar dit is een, zeg maar, voor onder je ogen. Het geeft een beetje, het heeft een oplichtend effect. Het is ook wel een concealer, maar het is niet echt, als je echt hele donkere kringen hebt, is dit het niet. Maar dit doe ik bijvoorbeeld vaak als ik al concealer op heb gedaan en ik ga bijvoorbeeld 's avonds nog ergens heen, dan doe ik dit even onder mijn ogen, zeg maar. En dan is het meteen, boom, weet je, doet het weer wat. Of als ik een hele basic make-up op heb en toch een beetje iets eronder wil, dan vind ik dit ook heel fijn. Ik heb de kleur light hiervan. Ik vind het heel fijn. Ook niet, het droogt niet uit. Het is een hele fijne pen. Niet voor dagelijks. Ik gebruik hem niet dagelijks, maar ik vind hem heel fijn juist om even op te frissen. Of als je gewoon echt een heel, heel minimaal make-upje op hebt. En dat heb ik gewoon niet vaak. Ik heb meestal wel gewoon mascara op en BB cream en blush en dat soort dingen. Goed, oogcreme. De Ethos Cutine Eye Cream. Ik vind deze fijn, die van Kruidvat ook. Ik vind weinig oogcremes, zeg maar budget oogcremes, fijn. Maar die twee vind ik allebei fijn. Alleen deze verpakking vind ik net wat fijner. Want dit, oh, trouwens, moet ik nog wat over vertellen. De verpakking, dit is een tubetje met een soort tuutje. Dus dat doe je gewoon zo, tjoep tjoep. En dan klop je het in en klaar. En bij die van de Kruidvat is een potje. En dan moet je dan wel echt zo met je vinger in. Vind ik iets minder hygiënisch. Maar wat ik laatst bij deze had, hij was dus bijna op en ik deed zo. Toen was het, kreeg ik echt zo'n volle klodder in mijn oog. Was iets minder. Wat ik nog nooit eerder gehad, ik heb hem al meerdere keren gehad. Maar nu dacht ik echt, oké, misschien moet ik aan het eind van de tube het niet meer echt rechtstreeks op mijn oog doen, maar eerst op mijn vinger doen. Misschien sowieso een goed idee, maar die verluidde moe. Dan, douchegel. Ik vind Dove douchegel heel fijn. Dit is de Caring Protection. Ik koop deze meestal bij de Op is Op voordeelshop. En dan zie ik gewoon welke ze hebben liggen. En dan neem ik iets. Deze vind ik wel heel fijn. Ik heb hier meerdere van. Met een soort olie of zo. Ik weet niet. Ik vind deze wel lekker. Ook niet een hele sterke geur. Dat vind ik ook wel fijn. Want ik heb natuurlijk ook gewoon parfum op. En dan hoeft het niet allemaal naar 6 dingen te ruiken. Een mascara. Ik had een ontstoken oog afgelopen maand. En wat ik dan eigenlijk altijd doe is een goedkope mascara kopen. En die gebruiken omdat ik wel graag mascara op wil. Maar niet wil dat, zeg maar, ik mezelf blijf aansteken. Klinkt niet heel logisch, is ook niet heel logisch. Beter kan je gewoon geen mascara dragen en pas weer als het over is mascara doen. Maar dat kan ik niet aan, dus dan doe ik dit en dan gooi ik hem daarna weg. Dus dat is deze. En ik vind deze wel fijn. Dit is de Essence Maximum Definition Volume Mascara. Hij separeert je wimpers heel mooi. Alleen wat ik een beetje mis is gewoon echt een beetje, dus hij geeft wel volume, als in het worden er heel veel. Alleen het wordt niet heel dik. En ik hou ook wel van dat het een beetje dikker wordt. En dat doet deze iets minder. Moet er veel laagjes van aanbrengen, dan werkt het wel. Maar ja, ik ga hem nu niet meer gebruiken met het ontstoken oog. Maar dit is een siliconen borsteltje. Heel fijn borsteltje. Prima low budget mascara. Masker, masker, masker. Dit is een haarmasker. Dit is het Gliscure Hair Repair Total Repair Anti-Breakage Mask. Dit vind ik wel een heel fijne, fijn haarmasker. Ik kom er niet meer uit, jongens.
Dit hoef je ook maar een minuutje te laten intrekken. Ik doe meestal iets langer, maar ik vind het wel fijn. Want de meeste haarmaskers moet je best wel lang laten intrekken. With all the good reasons. Alleen ik heb daar gewoon niet zoveel tijd voor. Als mama kan ik niet echt meer uren douchen. Dus ja, ik vind het wel heel fijn. Prima maskertje. Platte schijfjes, zoals altijd van Kruidvat. Deze zie je ook altijd voorbij komen. De Elvive Total Repair SOS Haarverzorging. Mijn cleanser, de Estée Lauder Perfectly Clean. Heb je me ook al heel vaak over gehoord, mijn lievelings. Deze handzeep van de HEMA. De Sparkling Fun Handsoap, de roze. Deze handcreme van Co. Prima handcremmetje had ik ergens bij gekregen. En heb ik gewoon naast mijn bed gezet en opgemaakt. Twee tandpasta's. Sensodyne Care and Repair Whitening. Drie deo's van Sven. Ik denk dat dit van meer dan één maand is. Wat denken jullie? Dat moet haast wel. De Nivea Sensitive Protect zoals altijd. Sensitive douchegel. Een douchegel die mijn oom had laten staan. Dus die Sven maar heeft opgemaakt. Mijn oom past altijd op mits als wij er niet zijn. Ja, dus het moet ook van jullie geweest zijn. Na zo'n restje jullie denken. Oh ja, want ik was één maand vergeten. Daardoor had ik al heel veel. Dus ben ik in juli eerder gegaan. Dus ik heb een restje van jullie erbij zitten. Dat is het. Deze Va Sport en Jordan tandenstokers. Dat is het. Dat is weer alles wat ik heb opgemaakt. Ik moet het echt weer wat meer gestructureerd gaan doen. Er komen ook weer favorieten aan. Maar ik had niet zo heel veel nieuwe producten de afgelopen tijd, maar die gaan wel weer komen. Ik hoop dat je het weer leuk vindt om te zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Niels klopt inmiddels aan op de deur, dus het is tijd voor mij om hem naar bed te gaan brengen. Je hoort het. Doeg!